Gun violence, cartel, and gang activity are all issues that have been of primary concern for the Caribbean region. Over the past few years, neighboring countries have observed a surge in these types of criminal activities. At the annual conference of the Association of Caribbean Commissioners of Police, commissioners from across the region will strategize how to quell these concerning numbers. This year's meeting is being hosted in Belize. Inderdaad, de korpschef is recentelijk op dienstreis geweest, dat is de Belize. Het gaat om de 38e jaarvergadering van de Association of Caribbean Commissioners of Police, ACCP. Los van de korpschefs als deelnemers hebben we ook daar vertegenwoordigers gehad van CARICOM Impex, kan ik noemen. Dat is de CARICOM Implementation Agency on Crime and Security. We hebben ook gehad de FBI, de Federal Bureau of Investigation. We hebben gehad de US Marshal, US Homeland Security. We hebben ook gehad NCA, dat is de National Crime Agency. Vertegenwoordigers van politieorganisaties van Australië hebben ook aanwezig gehad in Canada. En met die organisaties en die vertegenwoordigers zijn er ook gesprekken gevoerd. Sorry. In het rijtje van FBI en andere, heb ik DEA niet gehoord. Ja, dus de DEA was aanwezig. Okay. De DEA was ook aanwezig. As you know, 2023 was a violent year all across the Caribbean, and it was extremely important that this meeting take place. We are pleased, of course, to be hosting them here in beautiful Belize, but no doubt over the next 4 days, very, very important deliberations and discussions and presentations happening, and so it's extremely important. Wij hebben gesproken en zeg maar dat er dus meer regionale samenwerking op gang moet komen. Er is ook gesproken over het betrekken van technologieën die we ook kunnen betrekken in onze strategieën. So, sharing the best practices, what worked and what did not work, and how we can all improve the situation in the Caribbean is what we do when we come together as commissioners of police from the Caribbean. Een concreet besluit zo noemen is dat een ACCP een MOU heeft ondertekend met de Verenigde Arabische Emiraten. En dat strekt tot een samenwerking. En in dat kader zullen dus trainingen worden georganiseerd, ook voor medewerkers van de lidstaten. Dus er is een eerste besluit dat is genomen, is dat er dus 50 trainingsplekken wordt aangeboden aan de lidstaten van de ACCP. Dus dat zijn enkele concrete besluiten die zijn genomen. Ik zal u zeggen, in de marge van de ACCP is er dus ook een bilaterale gesprekken geweest met mijn collega's van een Guyana Police Force, dus korpschef Clifton Hicken, met wie er is gesproken bilateraal, dat in de vierde kwartaal van dit jaar dat er een bilaterale ontmoeting zal zijn, waarbij wij dus zeg maar onze operationele teams bij elkaar zullen brengen en informatieuitwisseling. En daarover hebben we ook gesproken over een conceptagenda van dit meeting. We hebben goed bilateraal gesproken met een collega van Sint Maarten, korpschef Carl John. En daar hebben we ook gesproken over een aantal capaciteitsversterkingsmaatregelen. Zo zal Sint Maarten een training organiseren. En mij is al de toezegging gedaan dat Suriname zal worden uitgenodigd, KPS zal worden uitgenodigd om medewerkers voor te dragen ook voor de training. Met de korpschef van Aruba is er dus ook gesproken, dat is korpschef Raymond Arnhem. En ook daar zijn er dus ideeën uitgewisseld over capaciteitsversterking en trainings en mogelijkheden voor het personeel. Dus dat zijn een aantal bilaterale afspraken. Met name is er dus ook gesproken over een initiatief vanuit Impex, waarbij er een Crime Gun Intelligence Unit is ingesteld. Dat is gevestigd op Trinidad. En het is, dat biedt dus mogelijkheden voor informatieuitwisseling.
Dus je moet het zo zien, wanneer er een vuurwapens in beslag zijn genomen in Suriname, dat wij de gegevens daarvan kunnen uitwisselen met onze collega's daar op Trinidad, CARICOM Crime Gun Intelligence Unit, die searches kunnen doen in de databases, etc. en die informatie terugsturen, waardoor zo'n onderzoeker meer te weten kan komen ten aanzien van de herkomst van zo'n wapen, zo'n vuurwapen, maar ook de route waarlangs zo'n illegale vuurwapen is gegaan voordat het in Suriname is beland. Dus het is een heel solide initiatief en er staat in de pipeline dat Suriname uiterlijk 2024 apparatuur geschonken zal krijgen om dit soort onderzoekingen beter te kunnen doen. Okay. We noemen het e-tracing en het IBIS-programma. There is important investigative value in firearm evidence gathered from shooting scenes. The fired bullets and cartridge cases that are recovered are marked microscopically by a firearm's firing process. When this evidence is submitted into IBIS, it is searched against a database to find links with other crimes involving the same firearm. These links provide leads to investigators who can now better investigate the unsolved cases, with the knowledge that these crimes have the same firearm in common, and often the same shooter. Kijk, nu doen we de onderzoekingen al. Die onderzoekingen worden dus in principe handmatig gedaan, maar het betekent een stukje automatisering ervan, van het doen van het onderzoek, maar ook searches die gedaan kunnen worden in diverse databases, nationaal, maar ook internationaal, regionaal en internationaal. Essentially, IBIS is like a search engine that extends the capabilities of law enforcement agencies by quickly finding links between previously unconnected events. Er is ten aanzien van de komst van DE in Suriname, wordt er dus een traject ingezet. En dus kijken we naar uit. Dus er is al een samenwerking, ook al zijn ze niet gevestigd in Suriname, is er al een samenwerking. Dat is op het gebied van informatieuitwisseling. Maar er worden concreet stappen gezet, zodat ze dan in Suriname weer worden gehuisvest. Er zijn momenten dat er een KPS heel actief heeft geparticipeerd in dat forum. En zeg maar een zeer prominente plek had ingenomen binnen dat forum. En er zijn momenten geweest dat er dus setbacks zijn opgetreden. Maar ik ben ervan overtuigd met deze eerste stap die is gemaakt. Met deelname van de korpsje in het forum. Dat er dus regionaal en internationaal dat die comeback wordt gemaakt. En dat er zoveel mogelijk gebruik zullen maken op een heel actieve manier aan de mogelijkheden die er zijn en die de ACCP ons te bieden heeft. En dit is in het belang voor de regionale veiligheid. In 2016 had Suriname de 31ste jaarvergadering gehost. Het is nu op schema dat de Guyana Police Force, dus Guyana, in 2025 de jaarvergadering zal hosten. En Suriname staat gescheduled om de jaarvergadering en met name de 40ste jaarvergadering van de ACCP in 2026 te hosten.